Het samenstellen van een architectuurprogramma is eigenlijk iets dat niet op één bepaald moment gebeurt. Ik zou zeggen dat dat een denkproces is van maanden, soms wel een jaar, van gesprekken die je hebt, van mensen die je hints geven, onderzoeken die voor u passeren, ook tentoonstellingen die je in het buitenland ziet, thema's die urgent zijn, thema's die aan de orde komen, mogelijkheden die je krijgt. Dus het is eigenlijk een heel warrig iets waaruit zich na een verloop van tijd lijnen ontwikkelen en die wel vasthangen aan een aantal formats, aan een aantal mogelijkheden die we hier in de Singel hebben en contacten ook en mogelijkheden die we met het Vlaams Architectuur Instituut hebben. Mogelijkheden, daar bedoel ik mee dat we werken met tentoonstellingen, dat we werken met lezingen en debatten en soms ook publicaties als dat mogelijk is. Formats noem ik dat dan, hè? Dus manieren hoe je op een bepaalde inhoud kunt doorgeven. Ook daar is het niet altijd evident, dus de opdracht hier in huis is dat er twee grote tentoonstellingen per jaar komen. Eén daarvan is een internationaal gereputeerd architect. Dat kan ook mogelijk zijn thema zijn, internationaal of wat belangrijk is in Vlaanderen. En een ander punt is dat we ook tentoonstellingen maken over architecten die hier in onze contreien werken. En die tentoonstellingen zijn eigenlijk eigen producties die we dan helemaal zelf opzetten. Internationale tentoonstellingen kan afhangen, zijn projecten die we zelf initiëren of soms ook co-producties of samenwerkingen met andere architectuurcentra of expositieruimtes. Ja, Junya Ishigami is een, ik denk op dit moment de interessantste Japanse architect. Hij is nog betrekkelijk jong, is ook al in het buitenland gepercipieerd met een aantal hele speciale en heel indringende installaties. Het is iemand die we eigenlijk van het moment dat hij naar Europa kwam al in het vizier hadden en gevolgd hebben en gevraagd hebben of hij geïnteresseerd was om naar Antwerpen te komen. En waarom is hij zo, waarom is zijn werk zo indrukwekkend? Het heeft te maken dat hij iets helemaal nieuws in architectuur opzoekt en creëert. En hij noemt het zelf een situatie van artificiële natuur. Waarmee hij wil zeggen dat hij kenmerken van de natuur, namelijk het doorstromen, het doorzichtig zijn, het oneindig zijn, zoals een bos, zoals water, zoals landschap, zoals een horizon. Hij wil die eigenschappen van de natuur, van de fenomenen eigenlijk, wil hij in architectuur transformeren. En dat wil zeggen dat hij eigenlijk een soort nieuwe ruimtelijkheid creëert. Dat hij op zoek gaat om alle zintuigen aan te spreken, maar ja, op een hele natuurlijke, naturelle manier. En hij gaat daarin echt tot het uiterste wat de architectuur betreft. Dus hij, wat de engineering van architectuur betreft, wat de materialisatie van architectuur betreft, wat het afsluiten tussen open en gesloten, hij gaat het echt heel, heel ver uittesten, waardoor je ja, in een hele speciale atmosfeer en vorm, ja, een hele speciale architectuur binnenkomt. En hij zelf is daarin, schrijft en spreekt daarover op een hele poëtische manier, maar toch is die architectuur er heel aanwezig, heel pertinent en heeft ze, ja, ik denk echt dat dat een weg is die we in de 21ste eeuw moeten opgaan. Volgend seizoen hebben we een tentoonstelling die handelt over Vlaanderen, het territorium Vlaanderen. Het is een herneming die voor een deel ook gelijktijdig loopt met de tentoonstelling in het Belgisch paviljoen van de Biennale van Venetië, de architectuurbiennale. Het onderwerp, of eigenlijk het thema, is hoe Vlaanderen er binnen 20, 30 jaar moet gaan uitzien.
de bedoeling van het ontwerpmatig onderzoek is om hoe we de ruimte in de toekomst moeten plannen en organiseren, vastleggen, die ruimte bestemmen, hoe we dat moeten gaan doen. En men doet dat via allerlei onderzoeken en statistieken. Maar wij willen eigenlijk aangeven dat het ook een ruimtelijk onderzoek is. Dat je ook op de schaal van Vlaanderen nieuwe lijnen moet trekken, nieuwe afbakeningen moet maken en daarmee rekening moet houden met allerlei globale tendensen, zoals de hele waterproblematiek, zoals infrastructuurproblematiek, het feit dat de demografie gaat toenemen, we gaan met veel meer mensen hier zijn, dus we gaan dichter moeten wonen. Een ander belangrijk punt dat aan bod komt is de productieve stad. Dus het idee dat we ons voedsel aan de andere kant van de wereld moeten gaan halen. Een transport organiseren, ons milieu vervuilen daardoor. Er zijn ideeën die nu al leven om terug meer te produceren in eigen land. Dus zijn we verplicht om aan een herverdeling van het territorium toe te komen. En dit is bij uitstek een opgave die architecten, stedenbouwkundigen, planners doen en we zijn, de architectuurwereld is nog, wil eigenlijk aangeven van kijk, wij zijn een partner in dat gesprek, wij zijn onderzoekers in dat gesprek en dat is wat de tentoonstelling wil doen, dus die wil met een aantal stedenbouwkundigen, een aantal architecten, maar ook experten in ateliers en workshops tot voorstellen komen en die voorstellen die willen we dan presenteren in de single, samen met een aantal debatten waar er dan op die thema's dieper wordt ingegaan door experten. En dat is eigenlijk een tentoonstelling die handelt over Vlaanderen as such, maar ze handelt eigenlijk in een groter geheel van een thema die we behandelen dit seizoen met het VAI en dat is het thema van de wet van de taaien, dat is de wet van de stedenbouw die gestemd is in 1962. En die wet die heeft eigenlijk de ruimtelijke planning van Vlaanderen opgestart. En hoe Vlaanderen er nu uitziet en hoe het nu verder moet, is eigenlijk een algemeen thema die we in onze jaarwerking van het Vlaams Architectuurinstituut opgenomen hebben. En naar aanleiding daarvan heeft onze partner, het Centrum voor Vlaams Architectuurarchieven, ook een lezingen- en filmreeks opgezet. Met 4 films die ingeleid worden door experten die specifiek gaan over die verstedelijking en die transformatie van het landschap in Vlaanderen. Dus we proberen eigenlijk op een geïntegreerde manier thema's die leven, experten die met bepaalde thematieken bezig zijn, forum te geven. Maar het is ook gelinkt aan de hedendaagse tentoonstelling die we dan presenteren in het in de expo. Jonge makers, denkers, dromers is een tentoonstellingsreeks met jonge architecten die we uitnodigen om na te denken over een bepaald ontwerponderzoek die we hen voorleggen. Het is een tentoonstellingsreeks, er zijn er 4 per seizoen. En ze worden voorafgegaan door een debat dat ook gekoppeld wordt aan de vernissage. Nu, wat is daar belangrijk aan? Eigenlijk de woorden van de titel. Jong, makers, denkers en dromers. In die zin dat we jonge architecten uitnodigen om via ontwerpmatig onderzoek een bepaalde problematiek uit te diepen. Die problematieken hebben met maatschappelijke vraagstukken te maken die we in Vlaanderen, maar ook in de wereld zien, die we eigenlijk heel sterk vernauwen, zodanig dat ze echt met een architectuurontwerp moeten naar voren komen. En dat stellen we tentoon op een heel eenvoudige manier in de single, in de wandelgangen. Nu, wat merken we? Dus die architecten die we zoeken zijn hele jonge ontwerpers, die 4-5 jaar aan de slag zijn. Dus we doen heel actief research naar die jonge bureaus. We nodigen die uit om in dit gebouw met een reputatie over architectuurtentoonstellingen vrij en frank hun weg te gaan. En de tools die we aanbieden helemaal te gebruiken. En dat wordt met een ontzettend groot enthousiasme gedaan.
We krijgen daar ook heel veel repliek op, maar vanuit het publiek, maar vanuit de maatschappij. En wat we eigenlijk ook doen, is op die manier onderzoek die er gebeurt. Soms aan universiteiten, soms door kunstenaars. We geven op die manier ook een soort van forum aan hen, want veel onderzoek blijft in de kasten liggen. En we merken ook daar dat er eigenlijk heel veel belangstelling is van groepen, universiteiten, maar ook steunpunten van bepaalde onderwerpen, besturen die zeggen van ja, wij zijn eigenlijk ook wel geïnteresseerd of aan komen aandragen met thema's. Hè. We hebben met de stad Antwerpen gewerkt, we werken met de stad Gent, om er maar een paar te noemen. Volgend seizoen start met twee architecten, Ur-architects heten zij. Met hen gaan we op onderzoek naar de herinrichting van een oude psychiatrische ziekenzorgsite. In Vlaanderen hebben we eigenlijk heel veel van die 19e-eeuwse oude instellingen met een meestal in neo-stijlen bewaard patrimonium. En de ziekenzorg of de psychiatrische zorg is helemaal veranderd en ook die huisvesting is niet meer adequaat. En de vraag is, wat gaan we nu met die territoria, met die plekken aanvangen? Gaan we zoeken naar vorm van herinrichting? Meestal liggen die ook in vrij aantrekkelijke natuurlijke domeinen. Dus de bedoeling is dat deze ontwerpers een soort van masterplan die alle gevoeligheden van dat soort sites tackelt, zou voorstellen. Volgend jaar, 2013, is het 100 jaar geleden dat er een wereldexpo was in Gent. En het onderzoek die we voor de tweede groep van architecten, Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg, voorstellen, is om een interventie te doen in Gent voor een fictieve wereldexpo van 2013. De derde tentoonstelling, Jongemakers, Denkers, Dromers, is een project met Mike Victor, een team uit Antwerpen. En die zetten we eigenlijk op een vervolgtraject van een kleine tentoonstelling die we in onze vitrine hebben gehouden in het VAI dit jaar. We vragen die om een zeestad te ontwerpen. De tentoonstelling die er was, georganiseerd door Magnificent Surroundings, die had eigenlijk een heel nieuw ruimtelijk plan voor de Noordzee ontworpen, waarbij rekening houdend met allerlei calamiteiten en veranderingen van de kust, er wordt uitgegaan dat een bepaald deel van de kust aan de natuur moet teruggegeven worden en dat we één deel van de kust helemaal moeten herinrichten en een nieuwe grote stad bouwen. En dus het ontwerp van die nieuwe zeestad is het onderwerp van de derde tentoonstelling. De vierde groep die we uitnodigen zijn twee Japanse architecten die in België en Brussel werkzaam zijn. Het zijn architecten die zich vooral met kleinere projecten bezighielden, maar die na de tsunami in Japan eigenlijk door familie en collega's zijn aangesproken om je als architect een positie aan te meten als er een dergelijke ramp gebeurt. Hoe kun je dan als architect, ontwerper, daar van enig belang in zijn? De ontwerpvraag die we daar stellen is nog een zoeken. Hè. Dus we willen eigenlijk de vraagstelling jonge makers, denkers, dromers connecteren aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan je ontwerpmogelijkheden, aan de mogelijkheden van, van de discipline architectuur. Misschien is dat ook wel het doel van jonge makers, denkers, dromers, eigenlijk de relevantie van architectuur steeds opnieuw in vraag stellen en als jonge architect daar ook heel alert voor blijven.